dit is hem dan, de nieuwe Bugatti Chiron. De auto waar de hele wereld al een hele tijd mee geplaagd is. De opvolger natuurlijk van de Bugatti Veyron, de snelste auto op aarde. En Bugatti had ook bij deze Chiron maar één objectief. De snelste auto op aarde maken, dus het record nog verder verleggen. Hij loopt nu 420 km per uur. Maar min of meer toegegeven is dat hij mogelijk wel 500 km per uur haalt. Bugatti zegt dat als een eigenaar besluit om sneller te gaan dan die 420 km per uur, dat ze daar getuigen van zullen zijn, maar dat het ja, verder niet onder hun regie gebeurt. Ja, spectaculaire auto. Hij heeft nu meer vermogen, 1500 pk en 1600 Nm aan koppel. En we hebben heel lang moeten wachten natuurlijk, maar is het nou een verbazend andere auto? Nee, want Bugatti heeft gekozen voor het behoud van de hoofdlijnen, dus voor je gevoel een evolutie. Toch is de hele constructie en de hele chassis is gewoon nieuw. Opnieuw stijver, lichter, et cetera. De auto die heeft een drooggewicht van 1995 kilo. En ja, met dat vermogen komt hij dus tot prestaties van een acceleratie van 0 tot 100 onder de 2,5 seconden. Ja, hier zie je hem liggen. Die 8 liter 16 cilinder met 4 turbo's. Die zijn nu dual stage. Bugatti zegt dat ze enorm snel opspoelen. Een belangrijk verschil met de vorige auto. Nog een ander ding waarvan zij zeggen, daar zullen onze klanten echt het meest verbaasd van staan. Dat is dat hij veel dynamischer is. Hij schijnt veel beter te handelen. Daar is Bugatti heel trots op. Die spoiler die je hier ziet, dat is een spoiler die naar boven komt bij 180 km per uur. En maximaal 400 kilo downforce genereert. Belangrijk qua styling zie je hier de achterkant. Daar hebben ze enorme uitstroomopeningen gemaakt om de aerodynamica optimaal te geleiden. Van de Chiron worden er 500 gemaakt en niet meer dan dat. Nou, Bugatti is behoorlijk betrouwbaar, hebben we gezien bij de Veyron bij de uitspraak over maximum aantallen. Van de Veyron zijn er maximaal 450 gemaakt. Of er ook gelimiteerde edities komen zoals bij de Veyron veelvuldig het geval was, daar wil Bugatti nog niks over zeggen. En ook over een Spider komt, doen ze nog geheimzinnig. Maar dat ligt wel in de lijn der verwachtingen.